Goedemorgen mevrouw. Mag ik even naast u zitten? Ja, dat mag. Want er is een plaatsje vrij, zie ik. En misschien hebt u wel een praatje klaar voor mij. Ja, dat is wel leuk. Oké. Het mij in het Fries, maar ja, het is voor mij altijd wat moeilijk, want ik ben een rasechte Ljouter. En die praten net zo goed Fries. Nee. Oh, dan gaan we mooi in het plat leeuwen. Hé, hey, wat heeft met de hand? Ik ben vallen op het ijs. Het zal ook niet zo wezen. Ik in de pols. En we zaten ongeveer met een stuk of 10 vrouwen, 45 plus, op het bankje in het ziekenhuis. Dus ja. Ik ben daar niet blij met. Nee. Ik had het al wat gehoord op het nieuws, dat met dat ijs en dat schaatsen. En het zijn inderdaad allemaal 45 plussers. Ja, ernstig. Ja. Maar ik geef het nog niet op hoor, want dat volgend jaar weer ijs is, dan probeer ik het weer. Ze worden wat overmoedig, hè, hoorde ik, die vrouwen van over de 45. Zo ben ik altijd al wat geweest. Ja? Ja. Waar blikt dat uit, hè? Huh? Waar blikt dat uit? Nou ja, ik hou ervan om spannende dingen te doen. Dus ja, bijvoorbeeld vroeger vond ik het leuk om in vakantie op zee te zeilen. En ik heb ook al een keer bungee jumped. Maar dat is een beetje een avontuurlijk en wild typeke. Nou, dat vind ik ook weer wat overdreven, maar ik hou wel van, leuke dingen. Ja. En dat bungee jumpen, dat was heel spannend. Ja. Kist nog eens wat noemen, iets spannends, nou, het spannendste uit je leven? Het allerspannendste uit mijn leven. Nou, vandaag weet ik het wel. Dan zei ze van het spannendste in mijn leven was dat ik in de trein zat en daar kwam een kerel met een microfoon. Nee, dat is niet waar. Want dat heb ik ook wel eens wat vaker meegemaakt. Nou, het spannendste in mijn leven vond ik toch wel de topervaring. Dat was 2 weken op een Noordzee zeilen. En dat we dan op een gegeven moment motorpech kregen in een storm. En dat we echt op het zeil een haven in moesten zeilen. Terwijl het water dan met grote golven onder Sevotiet over die boord kwam. Nou, dat vond ik echt heel spannend. Ja. Dat geloof ik wel. Dan ben je een heel klein mensje nog, hè? Ja, maar dat was ook het leuke ervan. Want toen ik aan boord ging, toen had ik allemaal kwaaltjes. En na een dag waren al die kwaaltjes fut. Omdat, ja, je had eigenlijk nog maar 1 zorg. En dat was niet versuppen. Ja, zul je dat een beetje zien. Oh. Nou, inderdaad, hele spannende verhaal nu. Ik wens je nog een hele goede reis. Wat ging je vandaag doen? Nou, ik ga vandaag naar mijn moeke. Die woont in Franeker. En daar ga ik makker pasta koken. Ah. Dus want mijn vader is van het voorjaar overleden. En is mijn moeke natuurlijk wel heel erg alleenig. En dan proberen we er wat gezelligs van te maken vandaag. Een beetje extra zorg voor moeke. Ja, en andersom ook. Zou ik een beetje zorg voor mij. Ja. Want ik heb de was wel met nom. Ja. Hey, veel plezier met je moeder vandaag en bedankt voor dit gesprek. Nou, ik vond het hartstikke leuk.